Dit is het Weerjournaal van dinsdag 6 mei met vandaag. Kinderen bouwen orgel, een programma Middeleeuws Weekend. Dames en heren, een heel goede avond. Het moet orgelbouwer Verschuren uit Heidhuizen deugd doen dat de basisschool De Schrank in Ospel aandacht wordt besteed aan het vak orgelbouwer. Leerlingen uit groep 7 gingen vandaag aan de slag met de bouw van een orgel. Het is een project van de Orgelkring Nederweert. Orgelbouwer is een eeuwenoud vak. Het bedrijf Verschuren uit Heidhuizen bestaat al vanaf 1866. Met veel liefde voor het vak worden veel oude orgels gerestaureerd. Wat onlangs ook gebeurde met het orgel in de kerk van Ospel. Leerkracht Christel van Berlo van basisschool De Schrank wilde haar leerlingen kennis laten maken met dit vak. Vandaag en morgen zijn ze zelf bezig met de bouw van een orgel. De kleinere uitvoering heeft alles in zich. Naast de praktijkles krijgen ze van alles te horen over het orgel, over het ontstaan, de klank, de blaasbalg, de pijpen in vele maten, de architectuur en het orgelfront. Wim Jansen, expert op dit gebied, wist de leerlingen hierover alles te vertellen. Tot aan zijn pensionering heeft hij namelijk bij orgelbouwer Verschuren gewerkt. Als het orgeltje klaar is, mogen ze het ook bespelen, maar zover is het nog niet. Het project was afgesloten met een bezoek aan de kerk in Ospel. Daar zal een organist het grote orgel voor de leerlingen bespelen. Aankomend weekend gaat Weert 600 jaar terug in de tijd. De hele stad staat zaterdag en zondag in het teken van de middeleeuwen. En het belooft weer een spektakel te worden. Mede-organisator Bert Adriaans ligt het programma voor beide dagen toe. Het ene hoogtepunt rond de festiviteiten van Weert 600 jaar stad is nog maar net achter de rug met de uitvoeringen van de Rogstikkerslegende. Of een nieuw tweedaags evenement staat alweer voor de deur. Ja, inderdaad, komend weekend 10 en 11 mei, dan vieren we de verjaardag van Weert en op hele grootse wijze. We beginnen op zaterdag met de markt, de middeleeuwse markt, geïntegreerd in de normale weekmarkt. En daarbij alle pleinen en straten van de stad, inclusief het stadspark, die worden ook volledig opgetuigd in middeleeuwse stijl. Uitgezonderd de nieuwe markt gaat de Weerter binnenstad 600 jaar terug in de tijd. En om u een impressie te geven hoe dat er ongeveer uit komt te zien, ziet u beelden uit 2005, toen het stadsschilder Sint Catharina haar jubileum vierde en diverse middeleeuwse gezelschappen in Weert aanwezig waren. Hoe ziet het programma voor zaterdag er eigenlijk uit? Het is inderdaad zaterdag en zondag. Dit gaat over de marktrechten, het 600 jaar marktrechten. En daarom beginnen we op zaterdag met de reguliere weekmarkt. Dat integreren we samen in de middeleeuwse markt. Dus op de oude markt komt een deel te staan van de normale weekmarkt. Maar eromheen wordt een totaal spektakel opgevoerd van zoals in de middeleeuwen die markten georganiseerd werden. En zoals in de middeleeuwen die markten ook verliepen, hoe dat ging. Dus ook het hele chaotische en het hele ongecontroleerde. Maar wel allemaal een middeleeuwse kramen, middeleeuwse producten, middeleeuwse mensen. Iedereen verkleed in middeleeuwse klederdracht. Alles wat er zo bij hoort. Naast de marktkramen zullen historische gezelschappen hun plek innemen op pleinen in de stad en in het stadspark. Hun aanwezigheid vormt de opmaat naar de activiteiten die zondag op het programma staan. Ja, op zondag is de dag. Dus dan gaan we dus beginnen met een hoogmis in de Martinuskerk. Een prachtige mis, helemaal opgetuigd. En daarna is de ondertekening van de herondertekening van de akte. De graaf die komt van het kasteel. En die wordt begeleid door een grote groep ridders en edelen. Met de stadsschilder Sint Catharina. En die gaan naar de markt. En daar komt dan de graaf komt uit bij het Jacob van Hoorn Museum. Daar wordt de nieuwe akte, of in ieder geval de oude akte, die wordt daar dus herzien en aangeboden aan de burgemeester, de Schout van Weert, met zijn schepenen. Ook allemaal in middeleeuwse kleding. En dat is een prachtige happening dus voor het Jacob van Hoorn Museum, ongeveer om 12:30 in midden in de stad. Verder, daarna gaat het hele gezelschap, dat gaat naar de nieuwe markt en daar vertrekt een optocht van Weert Vereniging Stad door de eeuwen heen. En die trekt dan via de Singel, Langstraat, Hoogstraat naar het kasteel waar ze de graaf terugbrengen. En bij het Jacob van Hoorn Museum wordt dan een défilé afgenomen door de notabelen. En daarna begint de stad te bruisen op alle pleinen en straten. Ja, want dan start het Middeleeuws Festival waarbij jong en oud zien hoe het er vroeger aan toe ging. Naast een heksenwagen en een oud hospitaal zijn er vuurspuwers
dansgezelschappen, ridders ter paard en tal van andere activiteiten. De deelnemers komen van heinde en verre. Op de eerste plaats is het bedoeld voor de weertervereniging, dus dat weertervereniging ze kunnen presenteren. En dat is dan op alle gebieden, op muziekgebied, maar ook op presentatiesport, scholen, zelfs het verpleeghuis doet mee. En dus alle verenigingen en stichtingen die Weert heeft, die trekken mee in zover als ze zich hebben aangemeld, trekken mee in die stoet. Daarnaast komen een aantal verenigingen van buiten en presentanten van buiten, zelfs uit Berlijn, Parijs, België, Duitsland dus wat ik zeg. En die doen ook mee aan die stoet. Dus die middeleeuwse figuranten die later de stad gaan bevolken en die pleinen gaan bezetten, die doen ook mee in die stoet. Het wordt een prachtig geheel. Ook de paarden, de ridders te paard, de ridders te voet. En alles wat vuurspuwers, alles wat je maar kunt bedenken, dat loopt mee in die stoet. Kortom, het wordt weer een weekend om niet meer te vergeten. En de toegang is gratis. Toon en Dien Jacobs van de Moosdijk uit Ospel stapten op 5 mei 1954 in het huwelijksbootje. En 60 jaar later, na een leven van hard werken en enkele ups en downs, zijn beiden nog steeds heel gelukkig met elkaar. Het diamanten huwelijksfeest van Toon en Dien Jacobs werd gisteren de hele dag gevierd. Na een heilige mis werden de festiviteiten met een feest en receptie voortgezet in huizen Jacobs aan de Heiweg in Ospel. Toon ontmoette op 17-jarige leeftijd Dien op de dansvloer. De klik die ontstond resulteerde eerst in een verkering van zo'n 8 jaar en vervolgens in 1954 in een huwelijk. Inmiddels zijn beide bijna 90 en hebben een bewogen leven achter de rug. Dat bestond uit hard werk op de boerderij en de zorg voor de 4 kinderen. Toon breidde in de loop der jaren zijn bedrijf gestaag uit en Dien zorgde voor het huishouden en had een voorliefde voor klussen op het gebied van elektra. In 1994 werd het bedrijf overgenomen door zoon Jan. Enkele jaren later kreeg Toon een hersenbloeding en kwam in een rolstoel terecht. Hij bleek een vechter te zijn en met de hulp van Dien wist hij weer zelfstandig te lopen. De laatste maanden lagen beide afwisselend in het ziekenhuis en was het spannend of het diamanten huwelijksfeest doorgang kon vinden. Toon en Dien zijn echter sterke mensen en konden gisteren in het bijzijn van familie, vrienden en bekenden hun 60-jarig huwelijksfeest vieren. Het is dinsdag en dat betekent dat we een duik nemen in het verleden en weet die het vluchtje. De besluitvorming over de restauratie van het monumentale pand Siem aan de Kerkstraat in Nederweert werd 10 jaar geleden uitgesteld door het college van BMW. De afspraak voor een gesprek met de commissie Grondgebiedszaken werd verzet omdat de aanvraag voor de monumentenvergunning bij de gemeente nog liep. De afhandeling van deze vergunning nam meer tijd in beslag dan gepland. Volgens de gemeentevoorlichter was wel al duidelijk dat de gemeentelijke monumentencommissie een positief advies zou geven. Het wachten was nog op het advies van de Rijksmonumentendienst. BMW vonden verder dat ze nog niet over konden gaan op besluitvorming, omdat nog niet vaststond wat de kosten voor de totale restauratie van pand Siem uiteindelijk zou zijn. Voor eigenaar Weijen betekende het uitstel van de besluitvorming dat hij nog niet bij de verschillende instanties kon aankloppen voor subsidies om de restauratie financieel mogelijk te maken. Hiervoor was de gemeentelijke monumentenvergunning noodzakelijk. Uiteindelijk zou het nog tot juni 2006 duren voordat pand Siem uiteindelijk haar deuren kon openen. Uitbaters waren toen Hendrik Jan en Eva Reinders. In april van dit jaar werd bekendgemaakt dat Herman en Margriet Poel van Events Unlimited in Nederweert de exploitatie gaan overnemen. Ja, dan is het nu tijd voor consumentenvoorlichting. We zijn vandaag te gast bij Daniel Philips van Philips Deco Home. Een aantal weken geleden is na een ingrijpende verbouwing het Zwaantje weer opengegaan. Nou, deze horecagelegenheid heeft een complete metamorfose doorgemaakt. En mede verantwoordelijk hiervoor is Philips Deco Home. Want zij hebben het advies gegeven voor kleur en behang onder andere. Daniel,
Wat waren de uitgangspunten? Waar ben je vanuit te werk gegaan? Harm die wilde zelf sowieso een rode plafond. Dat vonden wij zelf ook wel leuk, want het is hier ontzettend hoog. En door middel van een kleur te gebruiken maak je optisch de plafond eigenlijk lager. En dus we hebben het rood doorgezet. Dat heb ik niet direct als hoofdlijn gebruikt voor het interieuradvies. Wat ik wel al direct wist, is dat ik een behangsoort had waar een zwaantje op geflokt zit. Ja, origineler kan in dit geval niet natuurlijk. Dat zwaantje is antraciet, tenminste waar ik hiervoor gekozen heb. Maar er zitten ook nog meerdere kleuren in met zwaantjes, maar dan werd het te druk. Ook omdat hier een tuinkamer aan zit, dan wil je toch dat het wat rustiger is. Er komt nog, ja, qua meubels, aankleding, alles komt er nog bij. Dan wil je dat toch rustig laten. En dat zwaantje dat is opgezet op dat behang door middel van een vlokmethode heet dat. Dat is, je moet eigenlijk gewoon zien dat het zwaantje bestaat uit vloers. Het zijn allemaal kleine haartjes die erop gezet zijn. En verder heb ik nog gebruikt ook een behangsoort, maar totaal anders. Ook al is het in één ruimte. Maar omdat het een horecaruimte is, mag het ook best wel gemêleerd zijn. En achter heb ik, waar de wijnproeverij komt, daar hebben we een muur gedaan. En daar lijkt het net of er allemaal wijnetiketten op elkaar geplakt zijn. En voor het weer rustig te maken en later toch een beetje het rode element terug te komen, hebben we het nieuwste van het nieuwste behang gebruikt. Dat was op het moment dat we hier bezig waren, lag het zelfs nog niet in de winkel, zo nieuw is het. En dat zijn net of het allemaal kleine mozaïeksteentjes zijn die een roodachtige basis hebben, maar die zijn ingewassen met een soort gouden patina. Dat geeft eigenlijk ook weer het bruin café, het warme, om dat toch weer één geheel te maken. Het is glad, maar het lijkt wel of er relief in zit. Ja, het zijn eigenlijk gewoon een behang met een 3D-effect. Het is echt allemaal ingesneden. Die steentjes, het lijkt net of het allemaal los zit. Wat ook een voordeel is, als je het ook voelt, dat is een hele zware kwaliteit. Deze zou je bij wijze van spreken nog af kunnen schrobben. Zo zwaar, en dat is natuurlijk achter waar de toiletten zijn, waar eventueel jassen komen te hangen of dergelijke, is dat natuurlijk heel belangrijk dat je het ook goed kunt afwassen. En bij je advies wist je toen al dat er dus een houten vloer in zou komen en dat het interieur achter de bar dat zwart zou zijn? Ja, dat hadden we ook al besproken. Daar ben ik voor gevraagd om daar ook in mee te denken. Daar heb ik al meteen gezegd, ja, dat zou ik allemaal intact laten. Dat is ook het leuke, omdat het zwaantje zo lang dicht is geweest, dat je toch weer originele elementen terugkrijgt. En dat mensen zich ook weer gelijk thuis voelen, zeg maar. En die tuinkamer die is dan nieuw. En daar hadden we allemaal zoiets van, dat moet een gezellige grote leestafel aankomen. En aan de andere kant is het gewoon heel gezellig met kleine knusse tafeltjes. Wat ik zeg net in het begin bij de aankondiging, een complete metamorfose. Maar er zitten toch nog wel herkenbare dingen in van vroeger. Ja, je ziet echt, we willen ook echt, daar hebben we ook met z'n allen naar gekeken van de gezelligheid. Je moet je op je gemak voelen. Hier ook nu dat die ramen zijn weggehaald uit het pand zelf. Het zijn allemaal open bogen. Het geeft ook een heel open gevoel. En toch met best wel donkere kleuren gebruikt is het weer een hele warme uitstraling. Nou, we zijn inmiddels verhuisd naar een volgende locatie. Weer een metamorfose. We zijn bij restaurant Toscanini aan de Annemaspoort. En ook hier is weer het advies door jullie gedaan. En met name hier de wand hierachter, die valt ontzettend op. Ja, dat hebben we ook bewust gedaan, omdat het best wel een grote ruimte is ook weer. Ten eerste is Toscanini, dat is een klassieke dirigent. En daar is eigenlijk de hele inspiratie op gebouwd. En het doek doet denken van een toneel, of dat je een voorstelling hebt gehad en het doek dat zakt of omhoog kunt halen. Dat behang dat geeft een 3D-effect. Dus ook echt net op een afstand of het echt stof is. Dat is wel leuk. Dat gaf ook in deze ruimte dan wat meer, door dat 3D-effect, wat meer werking. Omdat hier de ruimte vrij vlak is verder en groot en uit elkaar gestrekt, dan breng je dat iets meer allemaal een beetje naar het midden toe. Op die andere wanden, daar hebben we compositieteksten opgezet van de muzici. En dat is net of er allemaal blaadjes op elkaar liggen. Zoals we net bijvoorbeeld die wijnetiketten zagen, liggen er nu dus bladen op elkaar.
En daar hebben we een behangrand weer eens gebruikt. Dat behangranden die zijn toch ook alweer een beetje terug aan het komen. Dat is ook wel heel leuk. Dit behang bijvoorbeeld, dat komt uit Amerika. En daar zie je behangranden eigenlijk nog altijd wel. Dus het is wel leuk om nu even het behang mooi af te werken met een rand, met noten erop. En de onderkant hebben we gewoon eenvoudig met een afwasbare muurverf afgewerkt. Om toch kleur te krijgen, dat de stoelen mooi uitkomen tegen een donkere tint. Wel een warme tint, niet te koel, te grijs, want de vloer is hier al antracietgrijs. Dan hebben we iets warmer grijs genomen, wat afgestemd is op het behang. Je hebt echt duidelijk thema's gebruikt. Hè? Je hebt je laten inspireren door hier, door een dirigent. En bij het zwaantje bijvoorbeeld door hè? Het zwaantje, de naam, door daar dat behang te gebruiken. Maar het is natuurlijk ook toepasbaar in je eigen huis. Ja, zeker. Nu zijn het inderdaad een stel horecazaken waar je dus heel duidelijk een thema mee kunt maken. Daar zijn natuurlijk de eigenaren mee geholpen, want de naam die ze dan uit willen stralen, dat versterk je binnen. Interieur en exterieur, dat versterkt elkaar, zo hoort het eigenlijk ook. Maar natuurlijk kun je dat thuis ook doen als je zegt van ik wil bijvoorbeeld het zwaantje, dat is een allerlei soorten behang. Die heb je bijvoorbeeld ook met blauw en wit, dat is een totaal ander effect. Kun je bijvoorbeeld ook boven de tegels van een badkamer behangen. Of je zet het op een kinderkamer of een keuken, dat je zegt van ik vind het leuk om een keukenwand een accent te geven. In dat boek zit bijvoorbeeld ook een behang, bestaat alleen maar allemaal uit kurken. Van wijnflessen. Dat ziet ook heel leuk uit. Dus ja, je hoeft ook niet altijd per se met een dessert of een accentbehang een eyecatcher te maken. Je kunt het natuurlijk ook met een heel rustig behang, met een hele mooie structuur of een mooie streep. En ook natuurlijk in de muurverven. Daar zijn natuurlijk duizenden kleuren in mogelijk. En thema's die zijn er ontelbaar natuurlijk. En als je kijkt naar de hoeveelheid boeken die jullie hebben staan, ik denk dat er altijd wel iets bij zit waar jij aan denkt bij een bepaald thema. Ja, gelukkig wel, want je hebt toch wel gemiddeld zo'n 350 boeken hebben we wel staan. En gelukkig wordt dat ook weer heel tijd opnieuw ververs door de fabrikanten. Hè? Dus er komt iedere keer, het is net eigenlijk als een mode. Dit is ook woonmode, dus je hebt ook om de zoveel maanden iedere keer weer echt wel weer iets nieuws. En de fabrikanten die blijven allemaal nieuwe dingen aan het verzinnen, zeg maar. En zowel in behang als op verfgebied. En je krijgt gewoon zeg maar om de paar maanden steeds weer nieuwe boeken binnen. Dus wat dat betreft heb je ook heel de tijd je collectie update.